jongens en meisjes, welkom bij de Koningsspeler Renje Rotquiz. De Renje Rotquiz werkt als volgt. Heel de klas gaat zometeen dit spel meespelen en die gaan proberen bij het goede antwoord te staan. Ik stel zometeen een vraag en zij gaan staan bij antwoord blauw, antwoord wit of antwoord rood. De vraag. Wie is de koning van ons land? Is dat antwoord blauw, koning Willem-Alexander? Is dat antwoord wit, koning Alexander Willem? Of is dat antwoord rood, koning Willem II? Jullie mogen bij het goede antwoord. De meeste mensen van deze klas staan bij antwoord blauw, want daar staan vier kinderen. Antwoord blauw, koning Willem-Alexander, is het goede antwoord, dus jullie verdienen 1 punt. Heel goed. Je krijgt dus als klas 1 punt als je met de meeste kinderen bij het goede antwoord staat. Als je als klas 8 punten hebt verdiend, dan heb je het puzzeltje gewonnen en is het spel geslaagd. Succes! De juffen en meesters die gaan zo meteen controleren of de meeste kinderen bij het goede antwoord staan. En als de meeste kinderen bij het goede antwoord staan, dan krijgen jullie dus een punt. De eerste vraag. Welke kleuren zitten er in de vlag van Nederland? Als jij denkt dat dat rood, oranje en blauw zijn, dan ga je bij antwoord rood staan. Als jij denkt dat oranje, wit en blauw in de vlag van Nederland zitten, ga je bij antwoord wit staan. En als jij denkt dat rood, wit en blauw de kleuren van de vlag van Nederland zijn, ga jij bij antwoord blauw staan. Het goede antwoord was antwoord blauw. Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag van Nederland. De volgende vraag. Nu hebben wij een koning, maar vroeger hadden wij een koningin. Hoe heet de koningin die hiervoor de macht had? Is dat antwoord rood, koningin Beatrix? Is dat antwoord wit, koningin Juliana? Of is dat antwoord blauw, koningin Amalia? Gaan we naar het goede antwoord toe. Het goede antwoord was antwoord rood, koningin Beatrix. De volgende vraag. De koning heeft 3 dochters. Maar hoe heet de oudste dochter? Is dat Alexia? Voor antwoord rood. Is dat voor antwoord wit Amalia? Of is dat voor antwoord blauw Ariane? Het goede antwoord is antwoord wit Amalia. Deze 3 dochters van de koning, dat zijn alle 3 prinsessen. En voor de oudste prinses heb je een speciale naam. Dat is namelijk antwoord rood, prinses van Oranje. Dat is antwoord wit, prinses van Nederland. Of antwoord blauw, prinses van rood-wit-blauw. Wat denken jullie? Ga maar naar het goede antwoord toe. Het goede antwoord was prinses van Oranje. Antwoord rood. De volgende vraag. Hoe heet het volkslied van Nederland? Dat heet antwoord rood, het lied van Nederland. Dat heet antwoord wit, het Wilhelmus. Of dat heet antwoord blauw, het Oranjelied. Het is aan jullie. Succes! Het goede antwoord was het Wilhelmus. Hoe wordt het Nederlands elftal van de voetbal dames ook wel genoemd? Wordt dat genoemd door antwoord rood, oranje tijgers? Wordt dat genoemd antwoord wit, de oranje leeuwinnen? Of wordt dat genoemd antwoord blauw, de oranje panthers? Wat denken jullie dat het goede antwoord is? Het goede antwoord was de oranje leeuwinnen. Antwoord wit. De volgende vraag. Welk dier is geen gym- of turntoestel? Is dat antwoord rood, het paard? Is dat antwoord wit, de bok? Of is dat antwoord blauw, de ezel?
De ezel die komt niet voor in de gymzaal, dus dat is geen turn of geen toestel. Antwoord blauw was het goede antwoord. Hoe heet de voetbalclub van Tilburg? Heet die FC Tilburg voor antwoord rood? Heet die Ajax voor antwoord wit? Of heet die Willem II voor antwoord blauw? Het goede antwoord was Willem II, antwoord blauw. Hoe heet de mascotte van Willem II? Is dat antwoord rood, Kingo? Is dat antwoord wit, Lou de Leeuw? Of is dat antwoord blauw, Willempie? De mascotte van Willem II heet Kingo. Wat is geen koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen? Is dat antwoord rood, de passapas? Is dat antwoord wit, hand in hand? Of is dat antwoord blauw, koning Hupsakee? Het lied wat geen koningsspelenlied is, dat is koning Hupsakee. Antwoord blauw was het goede antwoord. De volgende vraag. Welke sport bestaat echt? Is dat antwoord rood, onderwaterhockey? Is dat antwoord wit, onderwatervoetbal? Of is dat antwoord blauw, onderwaterpolo? Onderwaterhockey is een sport die echt bestaat. Antwoord rood was dus het goede antwoord. Max Verstappen is een antwoord rood voetballer, antwoord wit autocoureur of antwoord blauw tennisser. Wat denken jullie? Max Verstappen is een autocoureur. Antwoord wit was het goede antwoord. Bij welke sport gebruik je geen bal? Gebruik ik geen bal bij antwoord rood rugby? Gebruik ik geen bal bij antwoord wit ijshockey? Of gebruik ik geen bal bij antwoord blauw hockey? Ik gebruik geen bal bij ijshockey, want daar gebruik ik een puck. De vraag is, welke sportbal is de kleinste en welke is de grootste? Dus noemen ze van klein naar groot. Is de kleinste een voetbal, de middelgrote een tennisbal en de grootste een basketbal? Dan ga je bij antwoord rood staan. Is de kleinste een basketbal, de middelgrootste een voetbal en de grootste een tennisbal? Dan ga je bij wit staan. En is de kleinste een tennisbal, de middelgrote een voetbal en de allergrootste een basketbal? Dan ga je bij blauw staan. Succes! Het goede antwoord is blauw, want de tennisbal is natuurlijk het kleinste. Daarna is de voetbal groot en de allergrootste is het basketbal. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het hebben gedaan. Hebben jullie meer dan 10 antwoorden goed?